Na Reddy en Pierre Condré hebben onlangs ook de ananastelers van Powakka een samenwerkingsovereenkomst getekend met Suriname Candied Fruits en het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme. Deze ondertekening vond dinsdag plaats te Powakka. De landbouwers Powakka zijn hierdoor verzekerd van afzet van hun ananas. Het ministerie van HINT heeft als een van de taakstellingen. Het bevorderen van onder andere het ondernemerschap en de export. Binnen het beleid zijn de uitgangspunten het diversificeren en de waardetoevoeging, waarbij vraag en aanbod binnen de productiesector op elkaar worden afgestemd. HINT-directeur Reina Ravales sprak daarom de hoop uit dat het niet alleen bij deze oogst blijft, maar dat er groei zal zijn voor zowel de ananasboeren als ook voor de producenten. Voor de producten van Suriname Candied Fruit NV. Zij verzekerde de boeren van de volledige ondersteuning vanuit het ministerie en benadrukte dat alles afhangt van hun eigen inzet. Deze inzet moet ook een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de omgeving. De heer Ruud Souverein van Suriname Candied Fruit deelde de boeren mee dat, net als bij de dorpen Redidotti en Pierre Condré. De basis gelegd is voor het exporteren van geconfete ananas. Hij feliciteerde de boeren en verzekerde hen een goede samenwerking. Al dus een persbericht van het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme.